Boulevard, met de medewerking van de Nationale Loterij. Rond de eeuwwisseling is Jeruzalem een klein provincieplaatje in het Ottomaans-Turkse Rijk. Er is iets raars aan die stad. Bijna 2/3 van de 30.000 inwoners zijn arme orthodoxe Joden die daar voor religieuze redenen wonen. Dat zijn er meer dan in heel de rest van Palestina bij elkaar. Dat is het Jeruzalem van de realiteit. Maar er is ook het Jeruzalem van de gelovigen. Wel, als Antwerps Joods kind, ik ging naar de Joodse school ook, was voor mij Jeruzalem eigenlijk een soort van droom. Thuis hadden we enkele olijfhoutfiguurtjes en ook een plaat met de klaagmuur. Dat was voor mij Jeruzalem. Het is een mythe, een droom. Tot plusminus 1970 wordt in Vlaanderen nog gewijde geschiedenis onderwezen. Iedereen kent vooral de legenden die het eigen gelijk bevestigen. Daar is David, de tweede koning van Israël, die nu juist 3000 jaar geleden de vesting Jeruzalem verkrijgt. Jeruzalem, dat betekent de citadel van de god Salem. Ze wordt zijn hoofdstad. En Salomon, zijn zoon, die er de tempel bouwt. Bouwen of afbreken, dat doet iedere veroveraar van Jeruzalem. Zijn stempel in steen zetten. Zoals Nebukadnessar, Nabucodonosor, zeggen ze hier, die Jeruzalem en de tempel verwoest en die de Joden naar Babylon verbandt. Dat kennen vele mensen uit het slavenkoor van Verdi. Maar het best van allemaal kennen de Vlamingen het Jeruzalem van Jezus. Als de Romeinen de baas zijn en Herodes als hun cliëntkoning installeren. Herodes, de kindermoordenaar van Bethlehem. Iemand met een heel slechte naam bij de christenen, met een heel grote naam bij de Joden. Herodes bouwt een schitterende nieuwe tempel. De plaats waar de God van Israël aanwezig is, in het heiligste der heiligen. De plaats waar alleen de hoge priester één keer per jaar mag komen. Naar die tempel gaat Jezus met zijn ouders. Daar verjaagt hij de handelaars. Op de Via Dolorosa sleept hij zijn kruis naar Golgotha. Een weg die in alle Vlaamse kerken met veel fantasie geschilderd wordt. Even onecht als de huidige toeristenfuik in Jeruzalem, die eerst rond 1400 in het leven wordt geroepen. En de verwoesting van de tempel in het jaar 70, nauwelijks 10 jaar na de voltooiing, kennen de mensen ook. Want heeft Jezus zoiets niet voorspeld? Alleen een stuk van de westelijke muur blijft gespaard. Westerlingen spreken ten onrechte over de klaagmuur. De slimme leerlingen weten zelfs dat de Romeinen bijna alle Joden verdrijven,
een nieuwe stad bouwen op het oude Jeruzalem. Dat is voorbij. De Romeinen geven het land zelfs een nieuwe naam, Palestina, een referentie aan de Feniciërs die er de zeehavens bouwden. Daar eindigt de kennis. Van het christelijke Jeruzalem onder het Oost-Romeinse, later het Byzantijnse Rijk, wanneer geen Jood de stad in mag, weten de kinderen niets. Want Byzantijnen zijn orthodoxen, ketters dus. De volgende mijlpaal kennen ze dan weer wel. De Arabieren veroveren Jeruzalem in 638. De christenen blijven welkom en zelfs de Joden mogen terugkomen. De islamieten bouwen een moskee en de schitterende gouden rotskoepel opzettelijk op de resten van de verwoeste Joodse tempel. Van op deze plaats stijgt Mohammed ten hemel, beweren ze. En dat maakt Jeruzalem heilig. Al-Quds, de heilige. Toch staat Jeruzalem geen enkele keer met naam in de Koran. En Mohammed sterft jaren voor de Arabische verovering van de stad. Jeruzalem is vooral heilig voor de islam, als niet-islamieten de plak zwaaien. Anders is de stad veel minder interessant. Maar ieder kind kent zeker het glorieuze verhaal van Godfried van Bouillon en Robert van Vlaanderen, die Jeruzalem voor het christendom veroveren in 1099. En minder bekend detail, terzelfde tijd iedere moslim en jood in de stad vermoorden. En natuurlijk bouwen en verbouwen zij volop christelijke kerken. Het feest duurt nauwelijks 100 jaar. Dan zijn de islamieten weer daar. Eerst Arabieren, dan honderden jaren lang de Ottomaanse Turken. Zij bouwen de prachtige muren die de huidige oude stad zo'n sprookjesachtig uitzicht geven. Ze laten orthodoxe Joden toe die ze soms tolereren, soms goeioneren. Jeruzalem wordt geleidelijk een vies, vuil nest waar 's avonds niemand buiten de poorten durft. De omgeving krioelt van de struikrovers. En op het einde van de 19e eeuw begint de westerse Jeruzalemgekte opnieuw. Alle mogelijke westerse vorsten en prinsen komen op bezoek, zoals keizer Wilhelm van Duitsland en ook Leopold II. En alle westerse grootmachten bouwen aan de toegangswegen naar de oude stad kerken, hospitalen en kloosters voor hun pelgrims en zetten de zwakke Turkse heersers onder druk om allerlei voorrechten te krijgen. En met de westerlingen komt orde en rust buiten de oude stad. Rijke westerse Joden laten een windmolen, huizen en scholen bouwen voor de Joden buiten de muren. En de migranten stromen toe. In Europa is er weer eens een opstoot van antisemitisme. De oplossing komt van een Weense journalist, Theodor Herzl. Herzl gelooft aanvankelijk in de assimilatie van de Joden. Maar na het Dreyfusproces herziet hij zijn mening. En hij schrijft zijn boek Der Judenstaat. Vooral Oost-Europese Joden, die de vervolgingen in het keizerlijke Rusland beu zijn, trekken naar het arme en dunbevolkte Palestina. De meeste Joden vestigen zich langs de kust en kopen er grond. Anderen, een minderheid, gaan naar Jeruzalem. Voor de eerste keer wordt er massaal buiten de muren gebouwd. Er is werk in de bouw, het toerisme, de ambachten. Ook duizenden Arabieren uit Syrië stromen toe. En dan verandert alles door de Eerste Wereldoorlog. De Turkse heersers staan aan de zijde van de Duitsers en worden verslagen door de Britten. Op 11 december 1917 stapt generaal Allenby door de stad. Het past niet te paard te rijden waar ons heer te voet ging, zegt hij. Jeruzalem is weer in christelijke Britse handen. Nauwelijks een maand vroeger heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken een vriendelijk privébriefje geschreven aan de Rothschilds, de grote financiers achter vele Joodse landaankopen. Ja, de Joden zijn welkom in Palestina, als een soort nationaal asiel. En op voorwaarde dat zij de rechten van de andere bewoners niet schenden. En tienduizenden Joden stromen binnen, vooral uit het verwoeste Oost-Europa. Ze kopen grond op tegen zeer hoge prijzen. Ze creëren geleidelijk bloeiende landbouwcoöperatieven en ze vervangen Arabische arbeiders door Joden. Ook Jeruzalem groeit en bloeit. De Britten leggen wegen en spoorwegen aan. Zorgen ervoor dat er eindelijk waterleiding komt. Overheidsdiensten en toerisme brengen werk mee.
De verhoudingen tussen Joden en Arabieren zijn nog leefbaar. But I used to hear my mother telling me that they used to cooperate with each other. You know, during the Sabbath, the Jews do not light fire and do things. So my mother had to do it for them. And if she needed something, they used to give her. In 1925 openen de Joden een eigen universiteit op de berg Scopus. Ten westen en ten noorden van de oude stad bouwen zij 40 nieuwe wijken. Sommige Joodse leiders beginnen al te dromen van één groot Joods Palestina. De Britten hakken het in twee. Zo ontstaat Jordanië, het deel van Palestina ten oosten van de Jordaan. Daar wonen praktisch geen Joden. De Britten laten Jordanië regeren door Abdullah, de grootvader van de huidige koning Hussein. In de rest van Palestina begint de Arabische meerderheid zich te roeren tegen de Joodse nieuwkomers met hun goede organisatie, geld, kennis en efficiëntie. En ze doen dat volgens een oude Arabische traditie, met terroristische aanslagen. Ook in Jeruzalem vallen doden. Het begint in 1929 aan de westelijke tempelmuur. Arabieren vallen binnen de Joden aan en dan verspreidt het geweld zich eerst over de hele stad en dan het hele land. Het komt nooit meer goed. 6 jaar later komt het tot een echte Arabische opstand. De Arabieren zijn nu veel beter georganiseerd en hebben een echte leider, de Mufti van Jeruzalem. Een jong, maar charismatisch religieus leider die niet voor een moord meer of minder terugdeinst. De Mufti voelt zich aangemoedigd door de nazi's en de groeiende Duitse macht. 3 jaar lang regent het stakingen, moorden, bomaanslagen. Duizenden Joden moeten hun woningen verlaten in de oude stad en vluchten naar de nieuwe Joodse stad in West-Jeruzalem. Lange tijd slagen de Joodse leiders erin hun mensen kalm te houden. Maar eind jaren 30 ontstaan ook Joodse terreurorganisaties die niet terugdeinzen voor moord. De Mufti laat niet alleen Joden, maar ook veel Arabieren vermoorden. 7000 mensen sterven op 3 jaar tijd. De Mufti vlucht naar Libanon. Others who were seen as unfriendly to the British, taken to prison. My father was taken to prison twice. I recall when I used to go with my mother to visit him, he was in a prison in Bethlehem. And many others of our neighbors who were taken away. And people even were killed whom I knew of. So the situation at that time was very tense. En de toestand wordt alsmaar explosiever. Want door de vooroorlogse nazi-vervolgingen migreren honderdduizenden Joden. In 1920 zijn er 600.000 Arabieren en 90.000 Joden. Aan de vooravond van de oorlog zijn er al 900.000 Arabieren, maar vooral 450.000 Joden. De Britten beslissen daarom dat er een sterke rem moet komen op de Joodse migratie. En dus werpen de Joodse terroristen voortaan ook hun bommen naar Britse soldaten. Voor de eerste keer denken de Britten aan een verdeling van Palestina. De Arabieren zijn mordicus tegen en eisen zelfstandigheid nu ze nog een meerderheid in Palestina zijn. De meeste Joden voelen wel wat voor een deling. Tijdens de oorlog vermindert het geweld een beetje. Een Palestijns legertje, bijna allemaal Joden, vecht mee met de geallieerden. In 1941 laat de Mufti van Jeruzalem zich fêteren door zijn vriend Hitler. In Palestina is vanaf 1945 de duivel los. Aanslag volgt op aanslag. Overlevenden van de Holocaust stromen naar Palestina. De Britten weigeren hen de toegang
Maar de Joden arriveren toch. Illegaal, 's nachts. In het prachtige Koning David Hotel in Jeruzalem is het Britse hoofdkwartier. Een Joodse terreurgroep blaast een van de vleugels op. 90 doden. De Verenigde Naties maken eind november 1947 de verdeling bekend. De Arabieren zijn ontzet. 650.000 Joden krijgen meer grondgebied, zij dan met grote stukken woestijn, dan 1 miljoen Arabieren. Ook de kust wordt aan de Joden toegewezen. Jeruzalem, met zijn Joodse meerderheid, is volledig omringd door Arabische dorpen. Dus besluiten de Verenigde Naties dat de stad een speciaal statuut krijgt en bestuurd wordt door de VN zelf. Na 10 jaar mogen de bewoners dan kiezen of ze iets anders willen. De Joodse leiders weten dat ze te zwak zijn om heel Palestina op te slorpen en aanvaarden de verdeling. De Arabieren weigeren en nu komen de massamoorden. Een bom in de belangrijkste winkelstraat van West-Jeruzalem. 52 doden. De uitmoording van een klein Arabisch dorp, Deir Yassin, in de omgeving van Jeruzalem. Meer dan 250 doden. Arabische repliek. 80 Joodse dokters en verplegers gedood op weg naar hun hospitaal. Arabische en Joodse milities nemen strategische plaatsen in om een open oorlog te voeren. De Britten verlaten Palestina definitief op 14 mei 1948 om 8 uur 's morgens. Acht uur later roept David Ben-Gurion via de radio de staat Israël in het leven. Alleen in Jeruzalem is niets te horen. Er is geen elektriciteit meer. De volgende dag al begint de oorlog tussen de nieuwe staat en 5 Arabische landen die de Palestijnse Arabieren steunen. Het Joodse leger is goed geleid. Er vechten duizenden veteranen uit de Tweede Wereldoorlog in mee. Het is gedisciplineerd en gemotiveerd, al schort er wel wat aan de bewapening. Arabische legers zijn een zootje. De Arabische milities onder leiding van de Mufti, die in Libanon verblijft, zijn nog erger. De Arabieren slagen er niet in de dienstplicht in te voeren. Op een goede maand tijd verslaan de Israëli's de Arabieren. Nadat de Arabische leiders als eerste het hazenpad kiezen, vluchten nog eens 650.000 Arabieren, uiteraard aangemoedigd door het Israëlische leger. De Israëli's veroveren grote delen van het gebied dat aan de Arabieren is toegewezen. En zijn dankzij de Arabische vlucht nu ook overal in de meerderheid in hun eigen staat. Ze slagen er zelfs in hun kustgebied met Jeruzalem te verbinden. Jeruzalem, daar wordt het zwaarst gevochten. Daar leidt de Joodse staat zijn enige nederlaag. I remember that and even once I remember I went to what they call nowadays Hebron Gate. In the old city of Jerusalem, which looks to the west. And there were people injured because of shooting from the side of a Jewish settlement, what's called Metfiori. And we want to take the injured. We couldn't because the type of
shooting was so enormous and so heavy and intense that we couldn't do it until we were able, after a certain period of time, when things cooled down, to pull them and to put them in buses and to run away to this part of the city. Het Arabische legioen uit Jordanië, onder leiding van een Brits officier, verovert de hele oude stad met al de heiligdommen. Wanneer in 1949 een wapenstilstand wordt gesloten, is Jeruzalem een verdeelde stad. De frontlijnen zijn this view of West Jerusalem, and we were constantly watching the Israelis on the other side, who were basically the sort of Sephardi North African poorer Israelis on their scooters coming and so on. There was a feeling of excitement about it, but in a way as if we had taken into consideration that this is a different world, that, you know, we did not feel the urge, I did not feel the urge that we should do something to break this wall. In 1963 ben ik voor het eerst in Jeruzalem gekomen en daar vond ik eigenlijk een klein stadje. Provinciaal, weinig mensen, eenvoudige mensen, eenvoudige winkeltjes, kleine kruidenierswinkeltjes, geen supermarkt. En dus echt een provinciaal stadje. In Oost-Jeruzalem, en zeker in de oude stad, verandert weinig. As a child, I remember that we had to carry water from the well in our house. For washing purposes, and we used to have someone bringing us fresh water for drinking and put them in different pots. This is, I'm speaking in the 50s. Oost-Jeruzalem en de oude stad maken nu deel uit van Jordanië. De Jordaanse koning is daar heel tevreden mee en sluit heimelijk een akkoordje met de Israëli's. De Arabische wereld komt dat natuurlijk toch te weten. In de zomer van 1951 gaat de koning naar Jeruzalem om er te bidden. Hij wordt er neergeschoten op de trappen van de moskee. Een korte tijd later volgt zijn kleinzoon, de huidige koning Hussein, hem op. Hussein investeert er geen geld. De oude stad leeft van islamitische en christelijke pelgrims. Nog de Joden, nog de Arabieren die in Israël zijn achtergebleven, mogen een voet in die oude stad zetten. De christenen zijn meestal toeristen en mogen het oude Jeruzalem alleen betreden via die ene open poort tussen West en Oost.
En dan kon je eigenlijk de heilige plaatsen voor de Joden alleen maar uit de verte zien. Je probeerde op een torentje te klimmen of een bergje te klimmen. En dan zeiden ze, kijk, daarachter, achter dat bergje, daar zit nu de tempelmuur. En je wist, je kon het niet eens zien, je kon er niet eens bij komen. Men liet ons zelfs niet bidden bij de heiligste plaats voor het Joodse volk. Bijna 20 jaar duurt de betrekkelijke rust in Jeruzalem. Maar in 67 is het weer raak. Israël en zijn Arabische buren vechten het 6 dagen lang uit. Israël wint op alle fronten. Het bezet de westelijke Jordaan-oever en de Sinaï-woestijn. Maar het emotionele hoogtepunt voor alle partijen is Jeruzalem. I remember, you know, on Monday, when the war was started, on the 6th of June, I remember my late father woke me up and he said, it's war. And our first reaction was happiness. We thought that within an hour we will be in Tel Aviv. This is the kind of information we were led to believe. Shooting and what's going around, and you hear voices, you hear bombs and things. And I recall that soldiers came downstairs and banged on our door. We didn't open, we didn't have any light, we kept ourselves calm. And somebody was saying, Lo Yahudim, in Hebrew. So we knew that the Israelis were there. So we didn't open at all until we were able to come out and to see that things have been changed completely. And we are entering a new era for the future of Jerusalem. 2 dagen duurt de strijd. De Israëli's veroveren eerst Oost-Jeruzalem en aarzelen nog voor de oude stad met al de heilige plaatsen. Maar zo'n kans komt nooit weer. Para's veroveren tenslotte de stad zonder artillerie of luchtsteun om niets te beschadigen. Voor de eerste keer in bijna 2000 jaar is heel Jeruzalem weer in de handen van een Joodse staat. Ik zat dat Jeruzalem dus bevrijd werd. Dat is ons overkomen. Toen zat ik met kinderwagen, 1, 2 kinderen erin of daarnaast, in het stadspark in Antwerpen. En toen kwam het nieuws dat ging als een vuurtje door de mensen. Jeruzalem is in onze handen. En we keken elkaar aan alsof we het helemaal niet geloven konden. Jeruzalem. De tempelmuur is in onze handen. Je keek elkaar aan. Dat was gewoon niet te geloven. Dat zijn inderdaad van die momenten die je na 48, na 10 jaar, na 20 jaar, na 100 jaar eigenlijk nog kan herinneren. In 1967, op het ogenblik dat wij hoorden dat de oude stad weer in de handen was van de Israëliërs, van de Joden. Indien ik mij niet vergis, was ik in Brussel op de grote manifestatie. En ik weet dat wij gedanst hebben op straat. Ik ben nu nog ontroerd. Volgende week woensdag in Boulevard deel 2 van deze woelige en boeiende geschiedenis. Vanaf 1967, na de verovering door de Israëli's, helaas een aaneenschakeling van oorlogen. Boulevard.